Voetlicht op je fiets is hartstikke belangrijk. Maar welke verlichting is het groenst? De ouderwetse dynamo is superduurzaam. Je wekt zelf energie op door te trappen, de dynamo rolt tegen de band en je fietslamp gaat branden. Maar die brave dynamo heeft ook nadelen. Even onvoorzichtig stallen en de draden hangen weer los. Het trapt zwaar en veel dynamo's houden ermee op als het regent. Niet zo gek dus dat losse fietslampjes populair zijn. Maar duurzaam zijn die minilampjes niet. Zo'n klein spotgoedkoop lampje geeft weinig licht en gaat schrikbarend kort mee. Na een paar uur kun je ze weggooien. En nee, die dingen kunnen dus niet in de prullenbak, netjes weggooien in de batterijenbak. De batterijen in die minilampjes kun je vaak niet vernieuwen. En als het wel kan, is een losse batterij duurder dan de aanschaf van een nieuw slingerlampje. Ietsje duurzamer en iets groter zijn de losse lampjes die je bijvoorbeeld aan de banden van je rugzak kunt schuiven. Hiervan kun je de batterijen wel verwisselen. Ze geven meer licht en ze gaan langer mee. Hoe lang? Dat verschilt nogal. De Fietsersbond zocht uit wat de beste zijn. En hun belangrijkste advies? Let erop dat er penlights, oftewel AA-batterijen, in zitten. Dan gaat je lampje veel langer mee dan wanneer je van die dunne AAA-batterijen hebt. Het allerbeste is de NAV-dynamo. Die zit op duurdere fietsen, onzichtbaar verwerkt in het voorwiel. Door de beweging wek je zelf energie op. Het is een nieuw soort dynamo zonder de nadelen van de oude. Hij is onverwoestbaar. Je voelt er niks van en in de regen doet hij het altijd. Even sparen dus.